Ik had een droom dat ik niet meer wist hoe ik mijn handtekening moest zetten. Ik heb ook echt alleen nog maar. Uh, volgens mij de laatste keer dat ik handtekening moest zetten. Dat was voor mijn huurhuis het contract. Mijn rijbewijs. Mijn ID-kaart verlengen of zo. Echt alsof iemand. Uh, als mij. Een bank in is gelopen of zo. Zelfs als ik mij voor de rechter heb gestaan, lijkt het wel. En dat. Ik uh, had elke keer. Als er een video. Als er een camera in huis hangt. Kijk dan wel lekker. Maar het lijkt wel alsof die camera niet bij mij hangt. Maar bij iemand die op mij lijkt. Of op, of op een kloon. Iemand die op mij moet lijken. Alsof er allemaal mensen aan het kijken zijn. Die denken dat ze nou. Mij aan het kijken, zei maar naar iemand anders kijken. Dikke, wie is mij aan het naar en... Wat, en is met al die nasty shit, bij gay, gay dingen lijkt wel, eh, uh, dingen in ieder geval. Al het spirituele, wat is, uh, wat maar niet hier al in de 3D gekleurd, moet mensen liegen. Ik ga echt lachen als ik weet wie mij naar doet en, uh, Als al die dingen ook gewoon waar zijn. Zondra ook echt gewoon dingen gestolen heb. En nu in het tweede zit daar. Ook. Die vriend van me die hier binnenkwam. Echt uh, oma werk doet om extra centjes te verdienen. Sommige dingen lijkt net alsof Chris echt uh, die bakker is met zijn ratten. En uh, gewoon iets met mijn moeder heeft gehad of zo. Dat is ook echt, hoort er echt, hoort er echt bij. Ik kom mijn zusje langs, ik denk daar is iets uit? Nee, hoort ook gewoon echt erbij. Wat ik allemaal uh, dacht, dan uh, dat moet eens voor me kon doen, noem ik dat allemaal op? Ja, ja maar, dat heb toch geen nut. <laughs> Wat luister je dan? Echt, uh, Ingo, met al die mensen die ze uitgenodigd hebben. En gewoon met mijn informatie, mijn Akashic Records ding uh, bezig. Chris die echt alles aan het kopiëren. Druk deze op Google in: Magic One. Hij is daarom met een toverstafje bezig. Maar uh, het is gewoon kinderachtig. Het is gay. En. Uh... Nou, dan begint iedereen te zien dat hij gay is. Gaat hij ook zijn magic wand laten zien? Al die dingen. Zegt uh... hij is nog ziek, ook niet lang meer te leven. Als ik iets van hem moet krijgen, stik het. Geef het dan maar aan mijn moeder. Die wil het graag hebben. Ga ik wil gewoon uh, blij met mijn leven zijn. Uh, doe ik het wel gewoon, met mijn, uh, jongetje. Ik heb niks nodig. Hè. Ik ben met niks op zoek geweest naar geld of zo. Ik wil gewoon eerlijkheid, gerechtigheid. En, uh, als ik iets aan iemand geef, iets aan iemand wil geven, en iemand anders denkt: nee, 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 nee die pakt dat af. Dat kan toch niet? Ik beslis daar toch over. Dus als er ergens een beslissing is geweest dat iets voor mij is, kunnen andere mensen dan niet doen alsof het voor hen is? Ze hebben zelfs mensen hier in de buurt geplaatst, om een uh, oogje op het zeil te houden. <laughs> mensen die willen de dingen niet zien, maar... Uh, al dat spirituele... echt gewoon, uh, mensen, het loopt echt langs. Omdat het origineel het niet aankwam, omdat het te zwak was. En kunnen mensen doen alsof ik gek ben, maar... Uh, ben ik dan gek omdat ik het niet leuk vind, dat ik bij een groep mensen kwam die heel erg spiritueel deden. Uiteindelijk uh, allemaal vragen aan me stelden, om aan het testen waren, Om me daarna buiten te sluiten en met, precies met mijn informatie en alles daar leuk mee te gaan doen. Gewoon eentje die echt gewoon als een copycat alles aan het kopiëren is. Gewoon woorden, zinnen neemt. Zijn laatste was, zo klaar is een klontje. Er zijn gewoon allemaal dingen om brainfuck bij mij te brengen. Maar ik ben gek omdat ik dat niet leuk vind. Dat iemand mij aan het kopiëren is. Ik ben gek omdat hier iemand binnenkomt. die totaal niet geïnteresseerd is waar ik mee bezig ben. Alles waar ik over praat. Nee, dit, dat, bla. Maar als hij over zichzelf praat. doet hij net alsof hij mij is van vijf jaar geleden. Maar ik ben gek omdat ik dat uh, niet leuk vind. Ik heb last van cyberpesten, gangstalking. Uh... Gaslighting yes, Lightning. Hele teams die uh, bezig zijn. Meerdere mensen die ermee te maken hebben. En uh, dat. Uh, Mijn moeder. Moeders die wel gewoon uh, stabiel is. Waarvan ze niet het idee hebben met alles wat er speelt. Dat die een beetje paranoia aan het worden. Die kan zien wat er met de zoon speelt. Dat uh, die niks doet. Ben ik dan paranoia omdat ik dat niet leuk vind? Het is die oude die nog nooit. Iets voor me opgenomen heb, me geholpen heb, ben ik dan gek of zo? Omdat uh, ik dat niet leuk vind? Met alles wat speelt en alles wat ik kan noemen. Mijn zusje wat hier al binnen stapt en uh, eigenlijk op dezelfde manier weer naar buiten stapt. Maar uh, ik heb een paranoia omdat ik die dingen niet kan zien. Ik moet, uh, omdat dit allemaal gebeurt, moet ik mezelf heel zielig vinden, depressief zijn. Omdat ik dat niet doe, ben ik gek ik hoor ik, ik, ze willen dat ik aan het smeken ben help mij ik ben allemaal depressief om, om alles wat er speelt maar ik ben gek mensen zijn me aan het pesten ik uh, bijt van me af maar ik ben gek mensen zijn echt aan het stelen dus ik grijp wat voor mij is maar uh, ik ben gek dus zijn er allemaal dingen dat ik echt gewoon elke vraag die gesteld wordt kan ik gewoon uitleggen? Kan ik een normaal gesprek hebben? Sommige mensen hebben echt jarenlang spelletjes gespeeld. Sommige mensen een jaartje. Al die mensen die er iets mee te maken hebben, zodra iets gaat rollen, gaat het meteen allemaal rollen. Zo'n Manuela, zo'n Joey, zo'n Hans, alles gaat dan krijgen waar ze recht op hebben. Alles wat hier om mij echt heen is, gebeurt niet voor niks. Wat, uh... De visioenen die ik binnenkrijg, gebeurt niet voor niks. Als ik daarna die kaart aan het lezen ben, vertelt het weer precies hetzelfde. Dus, dat ik voor mezelf kies, omdat niemand anders er voor me kan zijn, niemand kan helpen, niet een luisterend oor kan hebben, er overal dieven zijn, niemand te vertrouwen is, allemaal wel uh, verleid zijn om, of misleid om. Uh, voor het slechte te kiezen. Maar, dus ik ben gek omdat ik in dit alles stabiel kan blijven. is niet leuk hè. Dus uh, moet ik dan uh, niet erover praten, doen alsof het er niet is, zoals ze wouden dat ik deed met mijn rugpijn. Le leer er maar mee leven. Nu moet ik er dus mee leren leven dat alles om me heen fake en scam is en alleen maar dingen doet voor geld. Maar Ian is uh, niet stabiel. Ian is paranoia aan het worden. Echt, Ian is de enige die wakker is in Nederland. De enige die uh, zich niet gek laat maken door alle conspiracies. De enige die uh, zich niet laat veranderen door, door alles en iedereen wat zo fake, nep is. Ik heb zoveel messen in mijn rug. Dat ik gewoon met wapens over straat loop, terwijl ik geen wapens nodig heb ook. Al zou ik, al zou je elke wond kunnen zien, elke steek kunnen zien die bij mij gedaan was. Maar ergens hebben jullie die gezien. Jullie dachten, hé, hey, een ruwe diamant. Niks rieuws. Dat is leven, dat is uh, littekens, dat is schaars. En ik zit onder, want uh, ik kijk om me heen. Ik ben nooit geholpen, ik ben onderdrukt. Ik ben nooit geholpen. Ze hebben alleen maar trauma's versterkt. In de hoop dat die een gek en doordrijden. Maar uh, het, het ding als je helemaal alleen bent. Mensen geen aandacht geeft. Geen belangstelling toont. Geen luisterend oor hebt. Dan weet je helemaal niet wie ik ben. Ik woon al 11 jaar op mezelf. Denk je dat mijn ouders hier al 11 uur zijn geweest? Mag je zelfs mijn verjaardagen mee rekenen. Maar ze denken dat ze me kennen. Dus al die informatie wat ze doorspelen naar het Christje en dat hele team daardoor. Is allemaal Het Is allemaal informatie. Daarom, Ian is niet meer. Ian was al sinds die bromtoon niet meer. Die vijf jaar hebben mensen dat allemaal niet doorgehad. Die keken allemaal naar mij alsof ik Ian was. Allemaal, niet door, maar omdat ze alleen maar gefocust waren op één ding. Ian moest depressief zijn, maar uh, Ian is niet depressief. Maar ik weet wel wie mij depressief wil hebben. Dus die deuren zijn allemaal dicht. Ja, Ian is nu alleen. En daardoor gaan er andere deuren open. Ik ga niemand nodig hebben die vuil is. Niemand hoeft te doen alsof dit een een of andere test was... Een of ander. Hij uh, hoeft echt niemand te doen. Mensen hebben deuren dichtgegooid door te laten zien wie ze werkelijk zijn.